Een brand in Ulft verwoestte in september een Turkse bakkerij, een woonhuis. 4 volwassenen en een kindje van 4 ontsnapten aan de dood. En omdat de politie ook de Turkse gemeenschap wil bereiken, ondertitelen we in die taal. Ik ben blij dat we er allemaal uit zijn gekomen. Het was allemaal glas. In alles brandde. Zelfs de straat brandde voor het pand. En toen keek ik in het pand. Ik heb nog nooit zoveel vuur gezien. Het huis is compleet weg met alles. Alles, maar dan ook alles erop en eraan. Wij zijn nog terug geweest om te kijken of we nog iets konden vinden. Maar dan ook alles was weg. Tot 14 september zag het pand aan de Deken Nijkampstraat in Ulft er zo uit. Links de bakkerij, rechts het woonhuis. De kinderen zijn er groot geworden natuurlijk. Mijn man en ik hebben er samen een slagerij gerund. Daarna heeft er nog een polier in gezeten. En vervolgens is het verhuurd aan een Turkse bakker, annex Turkse supermarkt. Afgelopen september zijn een zoon, schoondochter en kleinzoon van 4 jaar oud op bezoek, die normaal gesproken in de Verenigde Staten wonen. De derde week dat ze daar zaten, zijn ze naar Nederland teruggekomen. In verband met het overlijden van onze kleindochter en hun kindje. En ze wilden graag dat ze in Nederland werd gecremeerd. Zij zijn hier naar Nederland gekomen om die crematie, die dienst voor Anna dan voor te bereiden. En hadden eigenlijk alles wat ze dachten nodig te hebben hiermee heen genomen. Die nacht van zondag 13 op maandag 14 september slapen de 5 op de eerste verdieping. Schuin boven de bakkerij. De bewoners slapen op de slaapkamer achter. Hun zoon, schoondochter en kleinzoon slapen aan de voorkant. In de bakkerij is die nacht niemand aan het werk. Het huis trilde, alles schudde, spullen vielen van de muren af, een hoop glasgerinkel. Een knal die ze in de wijde omtrek hebben gehoord. En wij zeiden, mijn help, wat gebeurt hier wel niet? Ja, ik dacht eerst dat een vliegtuig landde, zo'n knal. Na die knal en die explosie en dat die hele boel schudde en trilde, ben ik uit bed gegaan, keek uit het raam en zag dat daar de winkel in de brand stond. Mijn schoondochter en mijn zoon en mijn kleinzoon waren inmiddels ook wakker geworden natuurlijk van die knal. En die riepen, we moeten weg, we moeten weg. Eenmaal buiten slaan de vlammen uit de bakkerij. De brandweer is snel ter plekke, maar ziet in dat zowel de bakkerij als het woonhuis niet meer te redden zijn. Het vuur is al overgeslagen. En het enige dat de brandweer kan doen is het huis gecontroleerd laten afbranden en de omliggende huizen beschermen. Ik vond het blij dat Dirk-Jan de urn van Anna op de arm had buiten. En dat was het belangrijkste. Want je kleinkind is toch alles in de as. Ja, het is niks, maar het is voor mij een hele grote betekenis. Dat hele huis kon mij op dat moment niks schelen. Ik was blij dat mijn kinderen eruit waren en mijn vrouw. Je stond erbij en je keek ernaar. En als je dan later terugkomt op de plek en je ziet dan je spullen wat er van over is, ja, dan komen eigenlijk wel de emoties los. Kort na de brand praat de schoondochter, die dan nog in Nederland is, met een regionale zender. Een aantal weken geleden is onze dochter overleden, 1 dag voor haar 7e verjaardag. En al haar spulletjes waren hier. Haar knuffelbeesten, haar dagboek. Alles wat we van haar hadden. Een tablet met filmpjes die ze had gemaakt. En, van zichzelf en haar broertje. En dat is allemaal weg. En we hebben alleen onze zoon gered en de urn van onze dochter. Dat is het enige wat we nog van haar hebben. Mijn schoondochter, hoe triest dan ook, heeft in een hoogwerker in een regenpak gestaan, bovenop het pand gehangen om nog wat spulletjes van haar dochtertje te kunnen vinden. Laptop hebben ze kunnen redden. Hebben ze het chipje uit de laptop in rijst gelegd, kabeltjes eraan gedaan. En daar stonden nog heel veel foto's op.
Die hebben we nog kunnen redden. Als je dan later erop terugkijkt, dan zeg je van... hoe zijn we hier nog met z'n vijven levend uitgekomen? Ja, je leeft, maar je huis en vooral al die onvervangbare herinneringen, die waren weg. Zoals bij iedere brand zocht de politie en brandweer naar de oorzaak. En die was in Ulft heel snel gevonden. Brandstichting. Ook al is er weinig over van het woonhuis en de bakkerij, tussen de asresten vindt de politie restanten van een blauwe jerrycan. We hebben aangetoond dat het de brandstichting betreft. Na onderzoek hebben wij op diverse plaatsen in de bakkerij brandbestendende middelen aangetroffen. Die zijn verzonden naar het Nederlands Forensisch Instituut voor analyse. Daar moeten we nog even wachten op die rapportage. En verder hebben we ook nog de gesmolten, verbrande restanten van een blauwe jerrycan aangetroffen. En ook daar vindt nog forensisch onderzoek naar plaats. Dus het is zeker een brandstichting. We hebben aangetoond dat er gesprenkeld is met een brandbestendend middel. Daardoor ontstaat er met uitdampen een explosieve damp. Doordat er een gecompartimenteerde ruimte zit, kan die damp kan niet weg. En daardoor ontstaat er een explosie. De explosie is de klap die de bewoners wekte. En die is zo krachtig dat omliggende huizen en auto's zwaar beschadigd raken. De gevels lagen er deels uit, de ruiten waren allemaal gesprongen. De ruiten van de woningen in de omgeving waren grotendeels gesprongen. Er stond een grote vrachtauto daar op de oprit, die was half verbrand. Dus het vuur had aardig om zich heen geslagen. Ja. De politie komt na de brand in contact met de getuige die hier iets belangrijks heeft gezien. Dat was hier bij de Dru Cultuurfabriek achter mij, in de regio vrij bekend. En maar op een paar honderd meter afstand van de bakkerij. Die getuige zag kort voor de brand een donkerkleurige Opel Astra dit weggetje inrijden. Tot aan deze paaltjes. Om 2:30 s'nachts, die maandag 14 september, ziet een buurtbewoner de Opel over de Huttenweg richting het centrum van Ulft rijden. Maar ver komt de auto niet. Halverwege de Huttenweg staan paaltjes, waardoor de auto niet verder kan. Hier keert de auto, waarschijnlijk bewust met de neus in de goede richting om snel te kunnen vluchten. Twee mannen stappen uit. Allebei met donkere kleding. En het lijkt erop dat een van hen een blauwe jerrycan bij zich heeft. Een paar minuten later wordt er op verschillende plekken in de bakkerij brand gesticht. Vrij snel daarna ziet een andere buurtbewoner twee mensen wegrennen bij het pand vandaan. Ze rennen ongeveer 250 meter die kant op, richting de Huttenweg, waar dus die Opel geparkeerd staat. Waarschijnlijk zijn ze kort na de brand in de Opel vertrokken. Mevrouw Naber, heeft u al enig idee waarom die brand is gesticht? Ja, we denken echt dat de brand bedoeld was voor de bakkerijen, niet voor de woning. Maar waarom juist daar, dat weten we niet. De Turkse eigenaar van de bakkerij, die het pand huurt, zegt met niemand een conflict te hebben. Dus we hopen dat als er mensen zijn die een vermoeden hebben over het motief, ze ons vanavond nog bellen en er meer over willen vertellen. Wat de reden ook is geweest, die daders hebben ongelooflijk veel risico genomen. Ja, absoluut. Ze hebben echt levens in gevaar gebracht. De daders hebben er misschien geen rekening mee gehouden dat er een explosie zou ontstaan. Maar die bakkerij staat midden in een woonwijk met dus een huis eraan vast waar 5 mensen lagen te slapen. Ja, dat hadden ze zich moeten realiseren. Gelukkig zijn er dus wel sporen in deze zaak. Heel concreet is natuurlijk die donkerkleurige Opel. Ja, van de daders weten we alleen dat het gaat om 2 mannen die nacht donkere kleding droegen. En dus waarschijnlijk reden in die donkerkleurige Opel Astra. De brand is nog maar 1,5 maand geleden, dus het is heel goed mogelijk dat ze nog steeds gebruik maken van die Opel. En we zijn dus erg benieuwd of er mensen zijn die door deze auto misschien een vermoeden hebben wie de daders zijn. En we hoorden dat al de auto's in ieder geval gezien, net voor de brandstichting aan de Huttenweg in Ulft en echt vlakbij de bakkerij ook. Ja, we zagen dat al rond 2:30 die nacht van 13 op 14 september. Dan reed hij vanaf de cultuurfabriek over de Huttenweg tot aan de paaltjes. En na afloop moet de Opel ook via diezelfde route zijn vertrokken. Ja, we hopen dat er getuigen zijn die, ook al was het 's nachts, misschien die Opel hebben zien rijden in Ulft of in de omgeving. Dan nog een aanknopingspunt, een blauwe jerrycan die ze hebben gebruikt. Ja, we hebben de jerrycan onderzocht voor zover mogelijk en denken dat het om zo'n blauwe jerrycan moet zijn gegaan. Dus we zijn benieuwd of er mensen zijn die voor 14 september in het bezit waren van zo'n blauwe jerrycan en daarna niet meer. Twee mannen stichten brand en een familie die al net een kind had verloren raakte ook alles kwijt. Ook spullen van het overleden meisje. Heeft u een idee wie hier verantwoordelijk voor zijn? Laat het dan alsjeblieft weten via live.politie.nl of bel met een van deze nummers. De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070.
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Team Nationale Inlichtingen 079 345 8999.